De Dataloog is de Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. Welkom bij dataloog nummer 34 alweer. En vandaag na zoveel technologie, naar de Dutch Data Science Week, naar alles wat met techniek te maken hebben, gaan we het hebben over de soft skills in de organisatie. Wat gebeurt er nou bij veranderingen in organisaties als AI aan bod komt? Hoe gaan we het nou implementeren en wat zijn nou de succesfactoren van implementatie bij AI-projecten? En daar gaan we het vandaag over hebben. En aan tafel zitten Gustav en Remco. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Kijk, gewoon ook gewoon ook gewoon, hartstikke goed. <laughs> En ja, Lex, oh, oude ja. vertrouwde Lex. Je ja, bent er ja, ook ja. Gewoon... Nee, ik kom net uh, binnengerend uh, van een uh, IBM-congres. Uh, ja. di ja, dit keer niet uh, groot. Nou ja, wel groot uitgepakt, maar uh, niet in de fabriek of in de rij, uh, maar gewoon bij IBM op kantoor. was omgebouwd. Uh, je ja, je wilt iets gaan zeggen over ja, ja, ja. ja. Jaren geleden groots uitgepakt met uh, Watson uh, Data. Uh, en uh, ja, je ziet IBM toch wel weer een beetje teruggaan naar de hybrid cloud en databases. En, uh, er, was, er was zeker uh, DAAI, maar niet zo prominent als, uh, dus uh, ja, kijken welke kant het op gaat. Hey, en wie heb jij daar gesproken, Lex? Uh, heel veel IBM'ers. Ja, maar nog iemand anders, hè? Ja, 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 ja. Nee, no, no. ja. En ik heb nog een foto voor je ook inderdaad. Ik zat even bij uh, de technoloog, die zat er, uh, van BNR. En, uh, dus ik zat er in de zaal na afloop heb ik Ben uh, even aan zijn mouw getrokken. En Ben die gaat optreden in de dataloog. Nou, is dat leuk of niet? Ben, ik vind Ben zo leuk. Ik word altijd vrolijk van die Ben. We houden je eraan, Ben. Ja. Je bent hartstikke welkom in de dataloog, ja. naast ja. de technoloog. Ja. Oké, okay, fantastisch. Heren aan tafel, Remco en Gustav. Gustav, kun je jezelf voorstellen aan ons? Wie ben je? Wat ben je? Wat doe je um, bij Hot Item? Wat je achtergrond? Nou, brandlos. Oké, okay, mijn naam is Gustav Elmond. Ik uh, ben bij ben Hot Item ben ik People Manager. En uh, daarnaast uh, uh, doe ik bij allerlei organisaties, vooral organisatieontwikkelingstrajecten. Dat betekent, wij hebben, een, wij hebben een aantal proposities en daarbinnen richt ik altijd de organisatie in. En ik help ze ook om uh, met name hetgeen wat wij ze hebben beloofd, om dat ook uh, waar te maken. Ik ben 51, of tenminste inmiddels alweer 52 jaar oud. Ik heb kantoorautomatisering uh, gestudeerd. En daar ging het altijd over samenwerking in organisaties en dan middels informatietechnologie. En dat doe ik eigenlijk al uh, sinds ik uh, ja, van school ben. Dat is uh, sinds uh, een hele tijd. Uh, Sorry? Ja, en heb je nou die, die veranderkundige kan dan zien veranderen door je? management heet? Dan deed je 52 jaar, dat is die tijd. Zeker, ja. herinner ja. ja. je je Herin die, deze, nog, nog, nog? Ja, dat was Veronica. hè Ja, zeker. Door automatisering. <kluisselen> ja, dat was ja de, Wat was dat ook weer in Niksdorf en uh, ja. Wat had je voor dat soort clubs? Ja, Hewlett Packard. Kan je vertellen in die tijd dat ik inderdaad afstudeerde toen? Toen waren er nog, toen waren denk ik de eerste bewegingen van internet en Lotus 1, 2, 3. Dat ging toen over uh, ja, collaboration. Ja, nu, nu, nu vallen een aantal luisteraars één. Ja, precies. Maar in ieder geval, maar, maar de essentie was uh, samenwerken in de organisatie en zorgen dat mensen elkaar beter konden vinden. En uh, in die tijd zag je dus ook al dat je eigenlijk uh, door uh, met name uh, elkaar op te zoeken. En ervoor te zorgen dat je begrip kreeg van nou, waar gaat het werk nou eigenlijk over. Uh, dat dat eigenlijk wel is gebleven. Het is, uh, Niks middel... veranderd. He? Het is allemaal nog nee, het, het het allemaal gaat hetzelfde. Tien keer, zo snel, maar is ja, tien keer zo snel, maar het gaat nog steeds over elkaar vinden. Ja. En ervoor zorgen dat je, dat je de essentie van, uh, van het geheel duidelijk blijft maken aan elkaar. Hey, maar ben je hier People Manager bij hot item? Ik ben binnen York? Hot Item ben ik People Manager en uh, binnen onze klantrajecten. Uh, en wat doe ik als People Manager ben ik verantwoordelijk voor de loopbaanrealisatie van medewerkers. Dus ik uh, zorg ervoor, nou, als medewerkers die hier binnenkomen, dan stellen we loopbaanplannen op en daar help ik ze mee om iets te realiseren. Ja. En dat doen we uh, binnen wat tijd via klantprojecten. Ja. Nou, bij onze klanten zelf uh, nou, zit ik vaak in managementrollen uh, of managementcoach. En dan help ik met name daar uh, de managementleden om uh, de boodschap of de verandering die ze willen realiseren, om die ook te realiseren. Ja, duidelijk. En hoeveel dagen doe je dat bij klanten en hoeveel dagen hier bij Hotline? Nou, ik zou 50-50-50. Ja, ja. okay. Remco, wie ben je? Wat, wat doe je? Wat, wat is je achtergrond? Ik ben Remco Meijer, 46 jaar. Uh, ongeveer 20 jaar geleden begonnen in het verandermanagement. In eerste instantie in het, uh, in het onderzoek ook. Heel veel onderzoeken gedaan naar wat beweegt mensen nou in organisaties? Waarom veranderen mensen? Wat zet mensen aan om ja, veranderd gedrag te laten zien? En twaalf jaar geleden, via contacten die ik hier met mensen van Hot Item had, eigenlijk hier gekomen om met mijn voet in de kleid te komen te staan. En dat doe ik binnen een verschillend aantal projecten binnen Hot Item. Uh, data is altijd centraal bij ons. Nou, dat is uh, ook wel Hot Item, effect-based improvement. Uh, en wat, wat je ziet wat mijn rol vooral in de trajecten is, is van ja, wat betekent dat dan als je in een organisatie met je data gaat werken of anders met je data om wil gaan? Wat betekent dat voor medewerkers? Wat betekent dat voor je management? Wat betekent dat voor je aansturing, je organisatie, inrichting? Dat zijn de thema's waar ik me mee hou. En dat kan zijn in een, in een interim rol uh, die je bij een organisatie uh, verricht, dan wel in, uh, in projectgroepen of uh, in taskforces. Leuk. Ja, mooie rol. En, en allebei gewoon, gewoon echt, echt zwaar gewichten aan tafel wat dat betreft. Um, nee, maar we jou, gaan meteen uh, ja. starten. Wat is nou de stand van zaken in Nederland betreffende data-acceptatie van bedrijven? Data-acceptatie? Nou ja, how to become data-driven, laat ik het zo zeggen. Um, het is zeker een bus. Het wordt veel, uh, er wordt veel over gesproken. Um, de stap zetten naar werkelijk datagedreven werken, dat is er nog een tweede. Je ziet toch dat veel organisaties, die, die zijn ermee bezig, die zijn het aan het onderzoeken. Maar echt data gedreven worden, anders dan zeg maar, je data vastleggen, je data opslaan. Maar ook daadwerkelijk je businessmodellen aanpassen aan uh, datagedreven modellen. Hè, zoals uh, de nieuwe organisaties, uh, de Facebooks, de Googles van deze wereld. Dat hebben gedaan vanuit eigenlijk een, 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 eigenlijk een greenfield. Uh, ja, daar zie je dat de organisaties daar, daarmee worstelen. Daarnaar op zoek zijn van hoe kunnen we dat nou doen. Dus die 4% hè, die genoemd wordt in dat uh, EY-rapport. 4% van de bedrijven is echt, uh, laat ik zeggen, data driven, hè, of serieus de strategie aan het richten richting how to bekam data driven. Dat klopt wel volgens jullie. Ja, ik denk sowieso dat 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 dat, dat hè, wat wat is nou eigenlijk een data driven organisatie? Dat dat we daar met z'n allen ook al op naar nou op zoek zijn van wat is dat nou en uh, hoe ziet zo'n organisatie eruit en wat doe je dan? Ik denk dat we nu nog bezig zijn met z'n allen om erachter te komen wat je met data kan. En hoe je je organisatie daarop inricht en hoe je als organisatie ook acteert dan. Dus uh, ik denk dat het klopt. En dat we in de komende jaren echt stapjes, uh, stap voor stap uh, naar datagedrevenheid data en een, een visie op datagedreven organisaties uh, hey, uh, ons aan het bewegen zijn. En het datagedreven organisatie, echt, uh, daar zijn we naar op zoek. Hoe ziet die er volgens jullie uit? Nou, een, organisatie die, een organisatie die data gedreven is, die, die, die kent de kracht van data. Die weet wat hij met data kan doen en wat data, hoe data hem een, een voordeel kan geven uh, ten opzichte van concurrenten. Dat betekent ook hè, dat, dat, dat iedereen in een organisatie ook snapt wat de kracht van data is. En ook op basis van data en op basis van feiten, dus feitelijke informatie, ook besluiten neemt. Uh, ja, op basis van feitelijk informatie besluiten. Ligt daar dan de crux? Het durven nemen van besluiten? Nee, nou, ik, ik, ik weet niet of, 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 of de crux alleen ligt in het durven nemen van besluiten. Maar ik denk ook door inzichtelijk te maken. En dat daar volgens mij ook de crux ligt. Dus veel, veel meer erover te gaan praten. En uh, data een plaats te geven. Ik denk dat daar de crux wel ligt. Het, het blijft altijd de combinatie van uh, de cut feeling en je kennis van je sector. Die je moet combineren uh, en onderbouwen met je data. Dus het, 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 het gaat niet alleen SEC om de data of, of het data verzamelen en de data, middels analytics of wat voor toepassingen dan ook, data te ontsluiten en, en kijken naar inzichten. Maar het gaat ook over ja, het stukje ondernemerschap wat je, wat je er in een organisatie moet hebben en moet behouden voor je continuïteit. Want SEC met data doe je het niet. En jullie geloven ook echt in organisaties die data gedreven moeten worden? <laughs> Mooie vraag. Ja, ik... Uh, ik nou, moeten worden. Ik denk, ik denk dat je als organisatie veel meer kan met data. En het is, het is zo dat elke, elke organisatie, mijn zinziens... Uh, door gebruikmaking en het omarmen van data... veel meer uit zijn, uh, uit zijn potentieel, uit zijn mensen... En, uh, veel meer eruit kan halen. Dus ik geloof, ik geloof daar wel in. Die antwoord is dus ja. Hey, en als ik nou directeur ja. ben van een bedrijf en ik zeg: Jongens, alles leuk, maar dat doe ik niet. Wat, wat, wat betekent dat dan voor zo'n bedrijf? Die, nee, die dat gewoon helemaal niet doet. Ik zeg: ja, Het ligt er aan wat voor bedrijf het is. Natuurlijk, ja, maar de, laat ik de, zeggen: de, ik, de. ik heb een omfield en mijn concurrenten die zijn allemaal daar wel uh, fanatiek mee. En ik geloof niet in. Wat, wat is dan uiteindelijk. Het resultaat daarvan? Nee, het, ligt er, het ligt er volgens mij ook aan. Hè. Als, als zo'n bedrijf dat zegt, misschien, misschien is hij al markleider bijvoorbeeld, of uh, uh, gaat alles al heel goed en is er ook geen directe aanleiding om het nog beter te doen voor het bedrijf. Dat zou heel goed kunnen. Kijk, je moet erachter komen van waarom iemand zegt dat hij dat niet wil. Uh, je, ik, zou, ik, ga nu niet, ik zou het heel makkelijk vinden om te zeggen, nou, dat moet hij toch doen en ik ga me overtuigen daarvan. Ik zou het willen snappen waarom die persoon dat zegt en waarom hij dat, dat niet wil. Terwijl hij wel ziet dat iedereen het in zijn omgeving doet. En je komt ongetwijfeld ook heel veel directeuren deze, uh, tegen die zeggen van... joh, ik wil data-driven worden of ik wil weer een digitale organisatie worden. Uh, maar, maar die dat misschien ook alleen maar schreeuwen omdat ze het gelezen hebben. Ja, en ik denk dat dat, dat is misschien wel de crux is... om erachter te zien te komen van wat bedoelt iemand nou precies? En wat, en wat vraagt hij? in nou, die gesprekken die je hebt met die met die ceo's nou wat je vaak wel hoort is is dat tenminste in mijn ervaring dat organisaties die hebben inderdaad van andere organisaties gehoord van ja wij zijn bezig met een datastrategie of we halen veel meer uit onze data nou wat je wat je wat je ziet is dat een nou ik ben even de vraag vergeten merk ik het. als, als nou, ja. uh, 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 je hebt heel veel CEO's, ja. uh, management teams. Die zeggen, ja, we moeten nu data driven worden. Ja. En, uh, maar het echt worden, dat is wat anders. Dus uh, man kan het vallen, maar man moet het zelf doen. Kom je die veel tegen? Ja. ja, je komt wel veel organisaties tegen die dat willen, maar dat gewoon nog niet kunnen. He. En, en wat zeg je dan? Wat, wat zijn dan de nee, punten waar je tegenaan loopt? Nee, ja, kijk, het kan, het, kan liggen aan, het kan sowieso liggen aan de data. Hè. Welke data heb je nou eigenlijk? Uh, het kan liggen aan je aan de mensen die daar werken, dat die nog niet data gedreven zijn of niet de competenties hebben om veel meer met data te doen. Awareness in de organisatie. Dus wat je, wat je, wat je dan ook wil en wat je in zo'n gesprek ook doet, is met name dit soort diagnostische vragen stellen om erachter te komen waar de organisatie staat. En dan ook, dan ook verder gaan. Kijk, het is. Het is ik denk dat, 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 dat je altijd een scan, moet gaan, een scan moet doen waarin je duidelijk krijgt van wat maakt dat de organisatie iets wil of wat maakt dat de organisatie niet wil. Dus dat en, is. En, en kan je eens een keer uh, wat vertellen over zo'n scan? Wat is nou de top vijf uitkomsten generaal van de scans die je maakt? Je zit bij een CEO en, uh, en, en je doet zo'n scan. Hè? En wat, wat zijn nou de punten hè? die waarvan jij zegt, ja, weet je, die kom ik altijd wel tegen. Punt 1 is eigenlijk altijd een beetje dat. En punt 2? Nou ja, wat je, wat je, wat je tegenkomt uh, en uh, vul me ook aan, is met name ook dat, dat, dat met name het datalandschap, het datafundament, dat dat, dat dat toch niet in orde is. Dus daar, uh, dat, dat, dat is wat opvalt. Ik zou zeggen dat het tweede wat opvalt, is uh, met name de competenties die je nodig hebt om data gedreven te zijn. Uh, dat, dat daar ook vaak een. Uh... Welke competenties praat je dan over als je het heel concreet maakt? Nou, Is dan uh, data scientist? O, o, o of rollen, dan... bijvoorbeeld data scientist, uh, hmm? uh, data engineers, dat soort uh, rollen. Uh, vooral, ook, maar... vooral ook de informatieanalisten, Dus de, de mensen die ook de, de vertaling kunnen maken vanuit hmm. zeg maar, het business-perspectief business naar het data-perspectief. De domeinexperts. Ja, lakken. de domein-echt vakinhoudelijke specialisten op. Die, die vertaalslagen kunnen maken. Nou... Dat is super belangrijk in, in die organisaties. Als je, je rollen. kijkt hè, naar het gemiddeld personeelsbestand. hoeveel procent van het bestaande personeelsbestand vind jij nou fit genoeg om, om die slag te maken? Vind ik vind het lastig om te roepen. Maar zijn bestaande organisaties in staat om, om die slag te maken? Of, of heb je millennials nodig die... Uh, nee? Ja, nee, Iedereen nee. kan het. Iedereen kan het. Dat heeft echt te maken met je eigen drijf en, uh, en de competentie die je hebt. Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen van uh, om even in generaties te praten, uh, millennials die, uh, die zijn veel meer fit voor, voor de job dan uh, babyboomers. Zo is het niet. Als iemand gedreven is om hier wat mee te doen, dan kan hij het. Dat is mijn overtuiging. Ja, en, en wat je uh, vaak ook ziet is juist dat de combinatie, als jij de millennial naast de uh, vakinhoudelijk specialist die met 20, 30 jaar ervaring in een organisatie samenzet en je leert die mensen om, te samen, om samen te werken... dan krijg je, creëer je echt meerwaarde. Want dan breng je de, zeg maar, de, de, de nieuwe kennis breng je samen met, met zeg maar de echte uh, inhoudelijke kennis. Remco, kun je mij eens door zo'n klantencase lopen? Ja, dus je, je hot item of future fast komt binnen bij een bedrijf... en die gaat vervolgens uh, lekker klooien met wat uh, met, met mock-ups. Je krijgt een proof of concept of een proof of value. Um, en dan lukt het niet, het moet geïmplementeerd worden... Dan worden de trucendoos opengeteld. Je komt daar binnen in die organisatie en dan. Nou, het, het mooie is dat wij uh, steeds uh, vaker, de, vaak is het de vraag ja, van een klant: van kunnen jullie dit ombouwen? Kunnen jullie de, We hebben een oud systeem en kunnen jullie het uh, naar een nieuw systeem brengen? Waarbij uh, veel organisaties ook steeds vaker zien dat je een diagnosefase uh, eerst moet hebben. Je moet eerst gaan kijken van wat, wat speelt er eigenlijk in deze organisatie? Wat zijn nou de strategische thema's van de organisatie? Waar ga je naartoe als organisatie? En, en wat betekent dat voor, voor, voor de mensen? Dus je, je begint eigenlijk al met een diagnose, je begint met mensen te praten voordat je überhaupt naar een oplossing gaat, richting een oplossing gaat praten met mensen. Je kijkt eerst van wat speelt hier, wat is er aan de hand, wat hebben, wat hebben we in huis aan mensen, aan, aan, aan middelen, um, zowel systemen dan als, uh, als ook capaciteiten, kennis, maar ook geld, uh, investeringsgeld. En, en wat kan je daarmee? Wat wil je dan bereiken en wat, wat, is, nou het, wat is nou het meest cruciale op korte termijn? Kun je het eens en, nou, kun je dat dus concreet maken? Ja. Je, we, we kwamen binnen we, en toen, toen de klant vroeg dit en toen dus zijn we eerst een stap terug gedaan. Kun je het eens dus concreet maken voor een voorbeeld van nou een, een typische klant, nou, die zegt, dit zijn we in die branche tegengekomen. Nou, bijvoorbeeld, een, een organisatie die uh, zowel een groothandelsfunctie heeft als aan uh, eindconsumenten verkoopt. Wij kwamen daar binnen. Uh, data heel erg belangrijk, in ieder geval omdat ze een heleboel uh, data voor hen uh, consumer facing is, zoals ze dat noemen. Hè? Dus, dus dat heeft uh, direct uh, impact op wat ze laten zien, bijvoorbeeld op hun, in hun webshops. En. Um, het was een organisatie die, die is opgebouwd uit een heleboel verschillende kleine organisaties die uiteindelijk onder één paraplu zijn gekomen. En daar zie je dan toch dat op het moment dat je daar gaat praten, um, dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van wat, dat wat zij doen in al in die hele keten die, die in zo'n organisatie plaatsvindt, hè, van van, van, zeg maar van grondstof tot, uh, tot eindproducten. Heel veel mensen niet bewust zijn van wat er nou gebeurt met de data die, die zij behandelen of die zij invoeren. Ja, op het moment dat je dat in een diagnose, een noxische fase al boven water kan krijgen, dan ga je je plan anders maken dan dat je alleen maar kijkt naar het eind van de, de pijplijn, waarbij iemand dan zegt van ja, ik wil alleen maar dat dit goed op de website komt. Ja, dus de, als ik je goed begrijp, je had een, een klantvraag van, in dit geval van, een, van misschien wel een, een indirectie. we willen met data een betere uh, website met recommendations maken. En je zegt, we doen eerst maar eens even een stap terug naar het hele proces, hoe het eruit ziet. Nou, dan hebben we gekeken van, maar wat zijn dan nu de problemen? Ja. Waar, waar loop je tegenaan? En waar worden die door veroorzaakt? Ja. En, en, en dan kijken van uh, dan moet je altijd kijken van ja, zo, zijn, er, zijn er problemen die je op de hele korte termijn kan oplossen? Soms, soms zijn er ook gewoon um, hele snelle, ja, quick wins, snelle oplossingen mogelijk om, om problemen met grote issues. Um, die, die, wat een heel grote impact heeft, maar wat eigenlijk een klein issue is, een klein klein. Oplossing heeft om die op te pakken. Voordat je een, een, een heel systeem gaat optuigen of een hele nieuwe. Waar nou is het... En dan denk ik bijvoorbeeld aan. Denk alleen al eens aan validaties. Um, je hebt systemen, je, je voert data in, maar als er geen data, geen validatie op de velden zit die je invoert. Ja, dan, dan heb je al de eerste mogelijkheden van om, Data-issues te krijgen. Maar we gaan het even wat groter aanpakken. Jurin. je bent CEO toch van een bedrijf van 300 man. En die belt Hot Item. En die zegt, jongens, uh, I want to become data-driven. A digital company. Wat zijn de zes stappen of de tien of de honderd die jullie doorlopen? Nee, de, euh, oh, 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 <mooi> mooie vraag. De, um, <mooi> Voelt lekker, hè? <hijen? tog> ja, ja, 300 man. ja. ja. Een lijkt me wel wat. Ja. Ja. Nou, hup, aan de gang, mannen. Vertel. Ja. Nee, ik denk in ieder geval dat uh, er, zijn, er zijn een aantal stappen die we altijd doorlopen. En, en, en die stappen die hebben eigenlijk heel simpel te maken. We beginnen altijd met een eerste scan. In die scan kijken we altijd naar uh, hoe, hoe lopen de processen hier. Wat zijn de, informaties, uh, wat zijn de informatiestromen. Uh, hoe zit het met de mensen. En uh, hoe zit het hier met de governance. Met de dat zijn de zaken die we altijd onderzoeken in het scan. Op basis daarvan kijken we nou. Uh, uh, hij wil data driven worden. Nou, wat, wat is nou uh, de stand op data drivenness? En dan kijk je eigenlijk naar nou, hoe worden hier besluiten genomen, wat is de rol van data in het geheel? En uh, wat zouden we daar dan meer aan kunnen verbeteren? Om in ieder geval de eerste stap. Die je dan ook in die diagnose doet hè, om, te, om erachter te komen van wat is nou de eerste stap die je wil zetten op de data-drivenness ladder. Om te kijken hoe ver we daar vanaf staan. Want we proberen altijd in die, in die eerste stappen uh, een, 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 een eerste oplossing binnen een korte periode te bereiken, zodat die klant ook meteen ziet van oké, okay, ik maak ook beweging. Dat is ook een van onze uh, een, een van de zaken die altijd in die stappen zit. Snel resultaat kunnen leveren. Zichtbaar resultaat van die klant. Dus met name een, een diagnose op die vier elementen die ik net in het begin noemde. Dat is, dat is wat er altijd in onze aanpak zit. En dan gaan we ook met een klein teampje gaan we dan al aan de slag met een, uh, om in dit geval de eerste oplossing te realiseren. En je noemde een aantal dingen: technologie en wat de data is en dat geloof ik allemaal. Maar nu even naar die mensen, hè? Ja. Wat doe je daarmee? 300 man Jurjen? Wat is het niveau? Ja, MBO Plus en soms oh, HBO en okay. WO hmm. ja. ongeveer. Ja. Vertel. Ja, nou ja, kijk, je kijkt, uh, wat, wat, wat ik dan doe is, kijk nou, wat voor soort rollen heb je hier eigenlijk, welke functies, uh, hoe ziet die populatie eruit, de populatie eruit, welke mensen performen goed, welke mensen performen niet goed en waar ligt het nou aan? Dus ook het gesprek aangaan met het management wat er zit en met name ook met hen samen kijken in welke mensen er nog rek zit en welke mensen niet. Maar dat doe je op basis van de competenties die nodig zijn in die rollen. En wat, dus wat... tref je nou aan bij zo'n bedrijf? Nou, wat je aantreft is, uh, en dat is, dat is ook wel aardig, hè? wat je aantreft is dat uh, heel vaak hoor je een manager zeggen: Daar kan ik niks mee. Uh, die, uh, die oh, voor mijn hier kan ik niks mee. Of die persoon die. Lekkere sfeer, je die, die heb jij gecreëerd daar. Daar ja, ja, die, die die ook helemaal niks mee. <laughs> daar kan ik niks mee. En, nee, precies, ja. en, en die wil niet. En wat je dan ook vaak ziet, is dat met name de boodschap die je hebt, hè, waar je naartoe wil, dat die vaak ook niet overkomt bij mensen. Of dat mensen vaak al niet gehoord zijn. Uh, want, die, want er zitten heel veel mensen die ideeën hebben. Ik denk dat uh, als ik bij jou kom, en ik zit bij jou nu, dat als ik een rondje maak bij jouw medewerkers, dat ik heel veel ophaal. En ik noem dat altijd goud in de organisatie. Door met de mensen te praten en ook jouw boodschap van waar je naartoe wil uh, qua, uh, qua verandering in dit ja, geval. Ze natuurlijk. willen niet. Ze ah, willen. Ze ja, willen. Ja, maar, is, maar, de, maar de vraag is waarom ze niet willen. Ja. En daar moet je achter zien te komen. Achter komen. Willen ze niet, kunnen ze niet, durven ze niet, krijgen ze de mogelijkheid niet. Laten, ja, dat... we niet, laten we het niet generaliseren. We hebben het over heb... how to become data-driven. Dus yeah. wat, wat dat, dat, ja, dat goud hè, wat er yeah. zit, yeah. maar dan even dat bruggetje naar leren over data. Of hoe, hoe haal je dat eruit bij mensen? Kan je, kan je me even meenemen in de vraag die je precies stelt? Nou ja, kijk, ik kan me zo voorstellen, People Manager, dat yeah. is algemeen. Maar Jurjen, zijn club, toch? Je wilt data driven worden. Hè? Dus dat betekent uh, die man waar jij helemaal niks mee kan, hè? die moet. Ja, die moet een opleiding data science en wiskunde doen. Kan niet dat, uh, Jurjen? Nee, je kan er niks mee. Hoe nee, ga je daar nou mee om? Nou, Hoe ga je die competenties naar boven halen die nodig ja. zijn? Ja, misschien, ik kom, ik kom denk ik vaker in, in organisaties terecht waar men al, in, 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 in afdelingen, waar men al in zekere zin werkt in het toepassingsgebied waar we naartoe willen. Dus het is niet zo dat ik van, een, uh, dat ik van iemand die uh, bijvoorbeeld in de keuken staat, uh, dat hij data drift moet gaan worden. En, en dat hij een data scientist gaat worden. Dus ik ga, we gaan er even vanuit. Hè. Tenminste, dat is de wereld waarin ik uh, vaak uh, opereer. Dat ik mensen tegenkom die al min of meer in dat gebied werken. Zeg je dan mij dat ze weten dat ze iets niet kunnen? Het zijn, Nou, ze weten in die. Ja, ik zie het remmer nu. Ik denk dat je heel vaak, namelijk dat je niet weet wat je. Je weet niet wat je niet weet. Nou, wat, wat uh, we heel vaak tegenkomen, is dat ze niet snappen nog, of dat het nog nog niet duidelijk is gemaakt... wat het belang is waarom ze DTW'er moeten worden. Dus op het moment dat het verhaal niet duidelijk is... dus er, er ligt geen kraakhelder beeld van waar we naartoe gaan met z'n allen... Dat is, dat is heel belangrijk. Dus mensen kunnen zich nog niet ergens achter scharen. En op het moment dat jij dan als CEO van die organisatie... ook niet de mensen enthousiasmeert, motiveert... om eens die kant te verkennen... en in de, in de, in de houding zit van, zij kunnen het niet... Dan, dan heb je al, een, al, heb je al een, ja, in feite een achterstand uh, om de mensen mee te nemen. Dus dat, dat is ook het gesprek wat wij altijd aangaan met de mensen. Van, wat wil je dan? Waar, waar, je okay, je wil data-driven worden. Wat gaat het je brengen op het moment dat je data-driven bent? Ja, misschien ook een andere, ander voorbeeld. Hè? Wij, uh, wat we in dit geval ook vaak hebben, is dat een, dat een organisatie die vraagt ons om ze te helpen. Weg naar data drivenness. Ze vragen je om te helpen. Is het dat voor of nadat een data science teamje al een, een mock-upje of een, iets gedaan heeft? Uh, dat heel verschillend. Ja, het kan, kan allebei zijn. Maar, maar, maar laten even uitgaan van, van. Wij worden gevraagd om te helpen. Dus een organisatie die wil uh, meer datagedrevenheid, uh, meer data gedreven worden. Wat wij dan, wat wij dan ook vaak doen. Hè, ik beschetste net de situatie, van... er zitten al mensen die, uh, die er nog niet zijn. Wat wij dan doen is dat wij vaak, wij doen dan dat project, maar we nemen ook de mensen die, die er al werken, die nemen we mee in het project. Een soort van buddy systeem. Waarbij we zorgen dat we ze ook onder job meenemen en dat ze op die manier ook groeien naar uh, waar ze naartoe moeten. We maken ook coachingscontracten, overdrachtsprotocollen, zodat je uh, ze gaan de weg. wij beginnen met veel van het werk, maar gaan de weg, uh, laten we de medewerkers die daar werken steeds meer van het werk doen. Dus ook het, het, het opleiden van mensen gedurende onze projecten, dat is iets wat wij doen om... Met name organisaties verder te helpen en om ook die transitie door te maken. En het opleiden is dan in hoe ga je met data om? Hoe ga je met data om, maar ook maar hoe doe je nou eigenlijk wat er van je gevraagd wordt in jouw rol? Dus in dit geval, iemand, iemand die in jouw organisatie werkt, die nog geen data scientist is, maar die het wel wil worden en waarvan, waarvan, waarvan wij allebei denken dat hij wel de potentie heeft, die nemen wij dan mee in het project. Die loopt dan mee aan de hand van een van onze medewerkers. En die leren we gedurende het projecten hoe hij zijn rol kan invullen. En dat is ook een model wat wij vaak hanteren. Wacht, nog, nog even een vraag. Hè. In Amsterdam, hart van Data Science Nederland misschien wel, allemaal van die consultantsbedrijven, ik zou geen, niet te veel namen noemen, die heel technisch georiënteerd zijn. Dus, uh, de, de, uh, zeker op de Zuidas zitten er een paar uh, dure jongens, uh, goede data scientists, misschien wel de beste van... Uh, van, uh, van Nederland ze zitten daar allemaal. Die doen een Die doen uh, lekkere. Uh, Waarom lach je nou, hmm. Ja, ik, ik, ik moet. Ik zeggen, ik zie allemaal logo's nu voor mij van bedrijven. Uh, uh. Die komen eraan. Uh, die komen bedrijf binnen. Dit moet je doen. Dit is het AI-algoritme, alsjeblieft. En we doen PowerPoint plaatjes. In ja. PowerPoint plaatjes. En, uh, en dan en, en dan komen ze bij jullie en zeggen: Ja, we luisteren. We krijgen het niet geïmplementeerd. Kunnen jullie het echt vragen? Kunnen jullie het echt? Kunnen jullie het echt? Ja. Wat tref je dat nou aan, dat, dat er een, een technische club geweest is... en die, die wel een oplossing heeft, maar die gewoon niet geïmplementeerd wordt? Tref je dat nou veel aan? Ja, ik denk... Nou, even tussendoor. Ik vroeg dat vanmorgen aan een IBM'er. Uh, een hele goeie, die al 25 jaar echt met hardcore analytics bezig is. 90% van de projectjes die voorbij komen, had, werden niet geïmplementeerd. En dat is precies de vraag waarom ik het stel. Ik wil, ik wil zo graag die, die kern volgens mij gebeurt er namelijk heel veel aan de technische kant. Alles kan tegenwoordig, van fraude detectie tot weet ik wat. En dan blijft het liggen bij een proof of concept. Het moet geïmplementeerd worden en het valt als een pudding in elkaar. Hoe gaan we dat nou aanpakken? Hoe verander je dat nu? Ja. Ja. Ja, hoe, hoe gaan we dat veranderen? Ja. Dat die technische bedrijven langskomen en de zaken niet implementeren. Hoe gaan we dat veranderen? Ja, ja. Nou, of, of, <laughs> ja, ja. En dat neemt je niet naar elkaar. Hoe ga je dat, hoe, hoe pak je nou zo'n project aan? Ja. Nou, ik, ik, ik wil, ik mijn ervaring is, en ik zit vaker in de, in de projecten waar het, waar het echt, waar de eerste vraag ontstaat. Dus niet dat er al een technisch bedrijf is uh, langskomen, maar met name een van die logo's. Dat die is langsgekomen. Dus je hebt een mooie adviesrapporten. En uh, die mooie adviesrapporten die liggen ergens en uh, dan zitten we bedrijf. En hoe dan? Nou, en ik denk dat, dat ik vaker die situaties tegenkom, van het hoe dan, hoe we dat, dat vertalen naar concrete oplossingen en die ook implementeren. En dat laat en dat eerste, dat is, dat is minder mij voor thee. Dus als ik je goed begrijp zeg je, die, die logo's van de die, die bedrijven... die jezelf de technische oplossing bieden... die komen bij jou langs en zeggen, neem ons eens dus even aan het handje. Nee, het zit ja, nee, nee, hem juist in. Kijk, al, misschien even over ons bedrijf Wij zitten precies tussen de grote consultancybedrijven... en ja. de, de, te, de technische bedrijven. Ja. Nou, wat wij heel goed kunnen is die brug slaan tussen die beide werelden. En wat wij vaak tegenkomen zijn die grote logo's... die adviezen, adviezen geven aan bedrijven... En die niet implementeren. Ja. En wij zijn juist heel goed om die adviezen daadwerkelijk ook te implementeren. En dan bedoel je een technisch, technisch advies, niet een algoritme, maar je bedoelt gewoon, deze kant moet je op. Strategieën. Ja, ja precies. Ja. Ja. Met, met uh, de man waar ik vanmorgen dat gesprek had, die had ook een top 4, 5 waarom het allemaal niet lukte. Hè? Ja. En daar kwam ook uh, nummer 1, angst. 2, wil niet. 3, kom, uh, eh, hoe gaan jullie daarmee om? Want dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Ja. Ja, wat, je, wat je daarin ziet, uh, heel veel van dit soort. Uh, project, uh, de die projectvragen die wij daar krijgen, die hebben vaak te maken dat er iets ontbreekt. Er ontbreekt een duidelijke visie uh, waar men naartoe wil. Dus in de organisatie kan men zich niet ergens aan verbinden. Uh, het, het ontbreekt aan een belang. Waarom zouden we dit doen? Of waarom zou ik dit persoonlijk doen? Dat brengt ook uh, weer een, een, een weerstand Just bij dat. mensen mee. Uh, we hebben de competenties niet. Dat me, bij mensen brengt dat angst. Dus dan moet je mensen gaan ontwikkelen. Dus je moet echt in die diagnostische fase moet je heel goed kijken van wat, wat is er nou in al, al, al die aspecten van een verandertraject. Is er nou visie, is het, een officie, is het een belang, is het een middelen, is het competenties, is het een plan? Dat kan ook nog eens een keertje. En als je dat inzichtelijk hebt, uh, als, je, als je dat allemaal op een rijtje hebt, dan kan je het veranderplan kan je, kan je maken. Ja. Op het moment dat, je, dus dat, dat er een, alleen een algoritme daar is gebracht, ja, wij, ik kom het ook niet zo, zo vaak voor op die manier. Maar wel dat er inderdaad een van de grote consultancy firms. is gekomen met een lijvig rapport waar het in de toekomst met de sector naartoe gaat. en waar je de or als organisatie ook een plekje daarin kan veroveren. en wat er daar analytics doet. En dat ze dan zeggen, en nu? Ja, en aan de andere kant, hè, wat, wat ik ook wel merk, is dat. Kijk, wij hebben als organisatie natuurlijk ook een bepaalde kleur. Hè. Wij willen ook snel, snel resultaat leveren. Er zijn ook wel organisaties die gewoon een hele andere cultuur hebben. en die ook wel hardnekkig is. En daar, komen wij ook, daar lopen wij ook wel eens tegenaan. Nee, dat is een mooi bruggetje. Als je nou kijkt naar, dit, naar dat soort organisaties. Hè. En uh, sinds een aantal jaren. Uh, data analytics, we hebben tools. Hè, die, die, die open source gratis. Of, of de grote suppliers die zeggen. gebruik het maar een tijdje. Uh, denk je dat voor grote organisaties. het ook een bedreiging is.? Uh, en dan heb ik het niet over de start-ups. maar wel de scale-ups. Die dus niet die legacy hebben. die niet die cultuur hebben. die niet in staat is om te veranderen. Denk je dat dat echt een game changer gaat worden. naar de grotere organisaties toe? Of heb je toch. Die legacy nodig en die, en die omvang. Of je het nodig hebt, uiteindelijk ontstaat legacy weer, <laughs> denk ik. Dus, dus, dus dat, dus dat ja, het is, is voor mij een cyclus. Kijk, in het begin, uh, als je geen legacy hebt, dan heb je gewoon voordeel. Je, je kan alle kanten op, je kan experimenteren. Uh, niks houdt je tegen. En vaak heb je ook wel in organisaties waar geen legacy zit, heb je ook niet uh, allerlei patronen in de hoofden van mensen of werkwijzen die je tegenhouden. Maar dat gaat op een gegeven moment ook alweer ontstaan. En dat zie je ook in, in alle organisaties waar wij komen. Uh, dat zijn gewoon patronen waar je, uh, waar je mee te maken krijgt. Mensen hebben eigen kindjes, uh, doen het al op een bepaalde manier al heel lang. En dat is ook wel de kunst, hè, om daar ook uh, steeds achter te komen waarom ze dat doen. En, uh, en ze ook te laten zien van, nou ja, dat ook andere wegen nog helpen. Maar ik denk dat. Uh, dat ook voor de start-ups en de bedrijven zonder legacy, dat die ook weer in de, op dit punt terechtkomen. Maar zeg je daarmee dat bedrijven steeds korter gaan bestaan en de cycli steeds korter wordt? Ik denk dat de cycli steeds korter worden. Ik weet niet of bedrijven steeds uh, korter zullen gaan bestaan. Ja. Maar ik denk wel dat, 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 dat het steeds sneller uh, gaat veranderen en hey, blijft veranderen. He, ja, en heel even terug naar uh, mensen veranderen, opleiden en, uh, en uh, overal lees je leven lang leren. Hè? Ja. Uh, en dan kom je bij een grote bank en dan vraag je wie uh, heeft de laatste jaren een goede opleiding gedaan. Wat, wat uh, ervaar je daar? Nou ja, wat, wat, wat ik daar ervaar. Ik, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld de hele tijd ook bij uh, Bank met, de trooën, met het Trooien met Oranje Logo gezeten. En uh, nou, wat je daar ziet is dat er heel veel programma's zijn. En uh, dat dat met name duurzame zetbaarheid van mensen en van werk naar werk, dat het heel erg gepropageerd wordt. En uh, er zijn best wel kansen. Uh, mensen kunnen heel veel leren, maar alleen het inzetten van wat je geleerd hebt, dat is, uh, vind ik, vaak... Uh, en maar waar het dan je dan dat is ah Ja, dan... ja er, zijn, er zijn dan niet altijd mogelijkheden om uh, toe te passen wat je geleerd hebt. En ik denk dat dat met name in organisaties ook. Uh, hè, dus leven lang leren, dat betekent ook leven lang faciliteren. Dat je ook hetgeen wat je geleerd hebt, dat je dat ook in de praktijk kan brengen. Dus wat jij eigenlijk zegt, uh, een, een bankmedewerker doet een opleiding uh, Python en heeft iets fantastisch ja. bedacht. Ja. Ja. En dan kom je toch weer jurjen op die implementatie. En dan zit je toch weer in die je legacy. En dan weer die, die directeur Jurjen van die drie. En die zegt: Dat gaan we niet doen. Nee. Ja, of, ja, of, je want... komt, of je komt terug in je werk. Hè? Je hebt de opleiding gehad. Je bent helemaal geïnthusiast. En je komt weg. En je, terug op je, op je werkplek. Ja. Op een maandagochtend. En je zit gewoon weer in de reguliere werkzaamheden. In de, mails. de Automatisme die. Ja, ja. In de mail. Hoe gaan we dat nou omdraaien? hier? Want hè, wij doen allerlei creatieve sessies met klanten. En dan weet je eigenlijk dat morgenochtend uh, 100 extra e-mails in de box zitten. Want ja, een dagje weg. Hoe draaien we dat nou om? Ja, hele goede vraag. Nou, ik denk, ik denk dat je misschien wel eens uh, niet moet denken aan dat we dat om moeten draaien. Maar we moeten ermee leren leven. En het is, het, het is, het is ah, een het is, ge het is een geleidelijke hebben, schaal. Jullie ja. hebben een waanzinnige sessie uh, gisteren gehad, zeg ik maar, klanten, dit en dat. Hè. En, uh, en je weet, de mails komen binnen. Hè? Dus een leuk dagje bij Hot Item. En hmm. nu gaan we dit. Holy kanonnen, outlook kopen. Ja jongens, sorry. Maar en, uh, en om tien uur heb ik ook nog een meeting. Hoe ga je dat nou veranderen? Ja, kijk, ik. Ja, hier. <laughs> ja, precies. Ja, ik, 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 ik ben nog gebleven bij die vorige vraag. Hè, en dat komt eigenlijk neer op. Uh, kijk, we laten mensen. Uh, willen levenslang leren. En we geven die faciliteiten. Uh, ik denk dat dat hartstikke goed is, maar ik geloof ook in op tijd leren. En uh, hoe kan je dat omdraaien? Ik weet niet of ik daarmee de antwo het antwoord op je vraag geef. Maar ik denk dat we heel goed moeten nadenken ook op welk moment we mensen willen laten leren. Want ik denk dat heel veel energie weglekt. Op het moment dat je niet kan toepassen. Dus hoe draaien we dat om? Ik denk eh, door veel meer te gaan faciliteren. Dat het leren toegepast kan worden. Dus dat is mijn, uh, mijn appel wel aan managers van deze, deze tijd. Denk daar heel goed na. Look before you leap. Nou, dus, en, is, en, nou, en nou heb ik nu mijn personeel, <hijen> die, die, die heeft nu wat geleerd. Dus op de werkvloer bij marketing en bij de productieafdeling lopen allemaal nu van die gasten rond. Die zeggen, oh, we kunnen met data dingen doen. En dan heb ik zo'n echt zo'n lekker IT-afdeling met een IT-manager die zegt, nou. Dat gaan we mooi niet implementeren. Dat kost allemaal nieuwe technologie, serverruimte, lastige interpenning in het ERP-systeem. En die noemt het een hele shortlist, of eigenlijk een longlist op van problemen die je in die IT-technische hoek tegenkomt. Ja, maar dan is de vraag nog steeds, waarom laat je die mensen dan op dat ja, moment? Ja, dus, dus de vraag is, die, dus komen, komen jullie nou, nou tegen dat, dus, dat, dat er van bottom-up al, al, al mensen zijn die zeggen, ja, ik ben geraad, ik wil het, wil het gaan doen? En dat je dus eigenlijk een, een gevecht aan het, aan het spelen bent. die de fysieke Zeker. implementatie moeten gaan doen. Absoluut. Ja, dat kom Tuurlijk. je tegen. Tuurlijk. Maar ik denk Zij dat. kan heel hard knikken ook. Ja. Zeker, ja, ja dat, dat zie je in organisaties. Ja, en, okay. dan, en dan komen en dan... jullie binnen. jullie zijn de veranderkundige. en dan zegt hij. Nou, die, die IT-afdeling, daar moeten we nou eens eventjes mee. Uh, uh, die moet op de pijnbank. Hoe leg je nou die zodanig op de pijnbank dat, dat die grote barrière, want we horen hem overal, hè. we horen hem in de ziekenhuizen, horen we, hem. we horen hem in de, in de zorg, we horen hem in. Uh, wat heb je nog meer gedaan? Uh... Waar niet? Waar nou, niet? <laughs> nou, ik denk, ik denk, mijn, in ieder geval, mijn filosofie ja, is, en vraag. ik denk dat we dat ook wel delen, is dat je een, een afdeling moet je niet op de pijnbank leggen. Je moet niet de, het is niet altijd de duimschroef aan, uh, aandraaien. En, uh, maar top wat dan, duim dan wel? Wat dan wel? Ja. Gesprekken gaan. Wat, wat is het belang? Wat is het gezamenlijk belang? En uh, hoe kan je vanuit voor het de gez... luisteraars, er wordt flink gelachen aan de overkant? <laughs> ja, nee, om, omdat ik zie ik, ik, ik zie het ook allemaal voor me. En ik, je ziet het en voor je ja, ja, he? ja, hem voor met me. dat brilje, weet en, je wel. Ja. <laughs> en, ik zie ook, en ik zie ook dat het inderdaad niet overal lukt. En je stelt de vraag ja. en ik zit ook ja. te denken. En wat Remco zegt, dat klopt ook. Het is, het is praten, het is, het is praten, maar het lukt gewoon heel, het lukt ook heel vaak niet. En uh, jij vraagt me nu de oplossing en ik zit te lachen omdat ik denk van ik heb de oplossing op dit moment gewoon niet. niet hè? Nee, nee. <laughs> ja. Want dit, is, dit is wel wat je, wat je in al die rapporten weer tegenkomt. Ja. Hè? We, uh, ook in het Ernst Young rapport waar jij iedere keer over refereert. Heel veel, heel veel managers en heel veel werkvloer zeggen ja, we geloven in de kracht van AI. We geloven in de kracht van dat het allemaal kan veranderen, dat het beter kan, beter beslissingen nemen. Maar oh ja, die barrière van die, van die implementatie, hoe gaan we daar nou mee om? Ja. En dan kom je natuurlijk heel veel op die fysieke implementatie van die IT-manager. Die moet gaan, gaan dingen gaan veranderen. Uh, hoe gaan we dat doen, hier? Ja. Kom op. Ja, hoe gaan we dat doen, hè? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, hoe gaan we dat doen? Het blijft, het blijft, het blijft toch echt... Het komt toch echt neer op uh, simpel communiceren. Daarbij gaan zitten. Gaan we achter komen. Waarom willen ze nou niet? En, en, ja, ja. en hen ook helpen. Maar gaan we het in het bedrijf zelf doen? Of gaan we er buiten een innovatieclubje op uh, oprichten Met allemaal jonge boeven. Die geen legacy. Die ja, je zegt die... het alle boeven. Hè? Ja. En, uh, kijk, en, en daar zit natuurlijk ook weer het probleem. En dan krijg je ook weer een barrière. Hè? Ja, dus, maar we dus, zoeken dus, oplossingen. Ja, ik, nee, ik, nee, ik zoek een oplossing. Dus ik denk dat die oplossing niet in die boefjes ligt. Ik denk wel in het... In het idee, maar er zitten vast wel wat boefjes bij die afdeling waar jij het over hebt. Misschien dat we daar kunnen mobiliseren. Kijk, je kan daar ook kijken naar welke kracht zit er, zit er allemaal in zo'n afdeling. En wij hebben natuurlijk ook wat te maken met vaak leiders die uh, misschien ook wel belangen hebben. Uh, uh, en ook hier voor geld weer in zo'n afdeling zitten echt wel mensen die, die wel willen, maar je moet, je moet erbij kunnen. En uh, als je erbij kan, dan kan je inderdaad wel uh, initiatiefjes uh, naast de bestaande populatie. Uh, doen, maar je moet het nooit doen zonder toestemming en zonder draagvlak van die mensen die er tegen zijn, want dan gaat het niet lukken. Dat is mijn filosofie. Dus weer, dus weer naar die, naar die, naar die vreselijke bril, man met dat brilletje, die die longlist aan problemen heeft staan. Die zegt: nee, jongens, Ik heb het zo druk, ik moet mijn serverpak op orde houden en ik heb hier het het draaien van marketing. Het lukt me gewoon. Ik kan, het kan het, ik kan het er niet bij. Kan ik je helpen? Met. Ja, dus precies. En en dat dan dan, dan want dat kom je dus. Ik, dat kom je toch tegen, zeker, zeker. Ja. En dan stel je ook eens dan, hoe, 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 hoe kunnen we hiermee helpen? Ja. Ja, dus je, 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 dus je, je beperkt je niet alleen tot het realiseren van je eigen doelstelling. Dus je gaat ook kijken van wat, wat is nou het belang, wat is nou de doelstelling van deze persoon die je niet wil. Ja. Die met die longlist aankomt. Ja. En je gaat met hem meedenken van, goh, ja, ik, ik, ik begrijp dat dit heel lastig is. En ik begrijp ook dat we, als wij dan met een vraag komen, dat je denkt, even niet zeg. Ja, precies, als je, even niet. Als, ja, alsjeblieft, weg. Ja, loop een deur verder. Ja, ja. Maar, ja, maar bent... dan het gesprek met die man aangaan. Ja. Dus, dus dat heeft dus ook te maken met, met je, je communicatievaardigheden. En, en ook met de communicatievaardigheden en zeg maar, het vermogen van de draagvlak. Voor, de, voor de, mensen waar, waar je, de interne mensen waar wij dan mee werken. Steed die mensen ook aan om het gesprek aan te gaan. Heel vaak zijn mensen zeker uh, heel erg duurig en drammerig... om hun, om hun mijlpalen en hun projectdoelen te halen. Maar als jij dan daar het gesprek... Hebt, ga ga eens praten met die man en vraag eens waar hij dan tegenaan loopt. Ja, dus, gaat... wat, dus wat Koestaf natuurlijk ook zei. Koestaf zei ook, probeer nou de essentie te achterhalen van, van zijn weerstand. Waar zit dat dan? Wat kunnen, we, kun, kunnen we helpen? Want we hebben hier natuurlijk binnen, de, binnen onze organisatie ook 240 man rondlopen met verschillende skills. Dus heel vaak kan je op, op, op aspecten die, waar zo iemand aan mee zit, kan je best wel helpen met wat advies of misschien wat ondersteuning. Ja, dus ik dus een dus een. Wat had is nou zo'n shortlist die je tegenkomt bij zo'n IT-manager die zegt die ja, ik, ik kan, ik kan er al vijf dingen noemen: hè. geld, personeel, uh, ik heb niet genoeg skills in mijn organisatie. Ik, uh, word, afge ik word afgerekend op vandaag. Ik word, ik word afgerekend. Ja. En dan? Want dat zijn, dat zijn natuurlijk wel echte, echte argumenten om niet mee te werken aan implementatie van een nieuw algoritme voor weet ik voor de klant komt terug of zo. Nee. En uh, oh ja, ik heb dan nog mijn ERP-pakket, wat nog uh, moet vernieuwen, want ik heb ergens een bug zitten. Dat nou, zijn allemaal uh, uh, hete, hete hangijzers die, die nu echt gerepareerd moeten worden. Wat adviseer je dan? Hey, nogmaals, uh, ik, uh, het, li het lijkt wel alsof, alsof, alsof ik het heel erg klein wil maken. Maar het komt, heel, het komt echt heel bezander op neer van zorg, er, zorg ervoor dat je erachter komt wat nou het echte probleem is. En waar eventueel de energie zit, ofwel van de persoon of van de, van de organisatie. Als je dat weet, dan kan je goed aansluiten en dan kan je ook de juiste, uh, de juiste interventies bedenken. En kom, kom je wel eens terug naar, naar zo'n mannetje, zeg luister, je moet een ton erbij doen op de IT-afdeling, want je gaat niet redden? Is dat een typisch advies waarvan je zegt, dit moet veranderen? Dan, nee. dan moet ik nu gewoon mensen aangenemen. Nee. Nee. Uh, nee. Niet op die manier. Maar je kan wel het advies hebben van, nou, ik denk, jullie kunnen hem helpen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld bij een, uh, bij een bij een stafafdeling zit die, die heeft te maken met, bijvoorbeeld een, met, met de enterprise data. Mm -hmm. En je kan wel iemand vanuit het IT uh, helpen om een aantal uh, basale problemen in een migratie op te, op te lossen. Of hem daarbij te ondersteunen. Door, door te kijken van hey, waar zitten nou de, de verschillen in tussen de systemen. Waar, waar loop je tegenaan op het moment dat je migratie doet? Uh, ga je Ss' over of wil je meteen een paar verbeterslagen doen. Als je, als je daar iemand in kan helpen, daarin iemand kan ondersteunen, dan krijg je ook goodwill om daarna weer een wederdienst te leveren. En het kan ook zo zijn dat de initiële oplossing waar, of de initiële vraag waar je volgens uh, ge, 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 gevraagd bent, dat dat helemaal niet de oplossing is. Nee. Dus ook als hij ons, als hij ons uh, ergens voor benadert, kan het ook zo zijn dat we denken op basis van die diagnose, ja, dit, is, dit is niet het moment. Dit, uh, er moet nu iets anders ja, dat gebeuren. Stelt uit, ja. <laughs> Is, is uh, dan mag jij lekker. hoor, organisatiestructuur. <laughs> ja. Is die nou van wezenlijk belang bij implementatie van datagedreven projecten? Cultuurstructuur. Want we hebben dus dat, uh, dat rapport wat uh, ieder jaar door Go data Driven gemaakt wordt. En die zegt, dat, wat zijn de barrières? Nou, je hoort heel veel uh, over de maturity van bedrijven. Uh, we hebben een IT-afdeling die ook data science erbij doet. Of we hebben een IT-afdeling en we hebben een afdeling die zelf de, de data science implementeert. Mm -hmm. Dat lijken mij, doordat die structuur anders is, lijken me dat andere um, vormen waarin je de snelheid kunt maken om het te implementeren. Kom je dat nou tegen dat je, dat je zegt, nou, dit is een typisch legacy bedrijf met een IT-afdeling, alleen maar kostenpost en een typisch bedrijf die gewoon uh, een eigen implementatieafdeling heeft? Ik, uh, ik, nee, ik, 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 nee ik, ik snap niet helemaal wat, wat je wat je zegt voor, voor mij zeg je van uh, je hebt je een organisatie waarin er de centrale data science is afdeling is en de IT afdeling die ook data science de doet. IT afdeling doet de mailbox de website en, ja. uh, en die zorgt dat het uh, de 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 de, de, de basis dingen om ja. te kunnen werken ja. en en die wil ja die wil die data science ja gaan voorspellen dat heb ik eigenlijk geen geen Zie, zie je daar essentiële verschillen in, in, in die bedrijven? Nou, wat, je, wat, je, wat je vaak ziet, is, 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 is dat, dat, de, dat de BI en analytics competentie wel georganiseerd is. In een, in, in, vaak in één afdeling ja. binnen, binnen grotere organisaties. En IT, dat, dat, dat zorgt meer voor de infra, en dat zorgt voor de, voor de beschikbaarheid van die systemen. Ja. Ja, dat, dat is wel een model wat, wat, je, wat je vaak ziet. Maar dat wil niet zeggen dat als je, als je data scientist capaciteit ook aan de IT-kant hebt. Ja, dat het dat, dan dat niet werkt. Nee, dat heeft echt te maken met, uh, met, met, met de organisatie, de, de fase waarin het is, uh, de, de stand van de techniek. Uh, ja, dat kan je niet zomaar stellen, denk ik, vind ik. Dus je komt, op, je, je, je komt alles smaak. Dus wat je zegt, is uh, iedere case is individueel. Nou, ik denk dat ik dat al de hele tijd uh, wil zeggen. Dat 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 dat, dat eigenlijk uh, en daarom is dat, dat daarom zit ook de kracht in, in, in het voortrekt in die scan. Je moet niet zomaar denken: van ja, ik ga hier even mijn dingetje doen, want dat heb ik bij die andere klant ook gedaan. Dat gaat die werken. Nee, het is echt, uh, je moet elke keer weer op zijn eigen waarde, uh, elke klant en elke situatie op zijn waarde beschouwen. En die typische vraag in die scan kun je zo uh, wat wat vraag, wat. Nou, in principe doen, kijken, we dan, uh, uh, kijken we naar cultuur, structuur uh, uh, en, en, en naar IT. Dat is even ja. op hoofdlijnen waar we naar kijken. Want daar zit, daar, daar zit en onze kennis, denk ik, onze, onze competentie ook om een organisatie echt te helpen. En daar zit vaak ook uh, ja, heel, uh, heel veel mogelijkheid om snel veranderingen te. Hey, van, van de bedrijven waar jullie zijn geweest, zei je zelf net ook al van nou niet alles lukt. Hè. Hoe, hoe zit dat percentage okay, ja. Uh, ja, kijk, ik, ik zit meer aan de, aan, aan, aan de, aan de organisatie-inrichtingskant mm -hmm. dan aan de, aan de menskant. Ik denk dat, uh, dat het niet, niet, niet lukken, dat is, dat is denk ik vaker het geval dat het iets te laat wordt opgeleverd, ja. in ons geval. Ja. Uh, de, de doelstellingen, uh, die realiseren we wel. Ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, want wij hebben ook zoiets, hè, uh, dan zeggen we ook, al, ook heel modern, ben benefits tracking, benefits mapping, uh, dat kan wel wat beter ja. Ik denk dat als je kijkt van hoe realiseren we die altijd, nou, dat, dat doen we niet altijd, maar daar we streven we wel altijd naar. Ja. En wat ik ook wel in mijn praktijk tegenkom, is dat je vaak met een vraag begint en dat je uiteindelijk een andere vraag oplost. Dus dat het niet zozeer is dat de initiële vraag waar, waar, waar de klant voor bij jou komt, ook daadwerkelijk de prioriteit is om aan te pakken. Want vaak in die diagnostische fase zie je ook wel dat die vraag verandert. Om een voorbeeld te geven, ja, ik. ik ik kreeg een vraag vanuit een organisatie die zeiden van ja, kunnen jullie mij helpen met het opzetten van een strategische HR-visie? Prima, kunnen we. Uh, kunnen we doen? Uh, is ook een organisatie. Maar een data gedreven HR-strategie. Nou, ja. Ik ging doorpraten natuurlijk, hè? Wel, ja. wat, wat wil je dan? Nou ja, dat was inderdaad een organisatie, grote, grote hoeveelheden data waar ze toegang toe, toe hadden. En dan kom je eigenlijk eruit van ja, eigenlijk willen we een soort datamakelaar worden in hoeverre heb je dan je organisatie daarop ingericht? In hoeverre is je, zijn je mensen daar klaar voor? In welke termijnen wil je dat doen? Dus, dus zodoende al pratende in je diagnostische fase, kom je er ook af van, ja, wacht eens even. Wij stellen jou de vraag om strategische HR-visie op te stellen, maar eigenlijk moeten we nog een paar stappen terug. Wat, wat betekent dat eigenlijk? En wat gaan we dan opleveren? Wat zijn dan je producten en diensten? En wat ga, waar ga je dan ook klantwaarde realiseren? Dus, dus zo zie je ook dat je binnenkomt bij een organisatie waarmee je uh, bij, een vraag, bij, bij een beperkt vraag, hè, strategische HR-visie... maar uiteindelijk moet je wat anders eerst voor ze oplossen... voordat je daar naartoe kan. Ja, dus als we kijken naar die 4% hè, die in dat rapport naar voren komt... die echt serieus ermee bezig zijn... dat betekent 96% is potentie voor jullie. Hè? En nou zitten er allemaal CEO's en uh, managers te luisteren... en uh, je begint al te lachen. Hè? Is er een, uh, is er een uh, top uh, 5 uh, waar de club uh, uh, over na moet denken... om die richting op te gaan... Of gaan jullie praten en het kan alle kanten op en uh, vaak is het toch weer een andere? Um, ja, vaak gaan we wel praten, maar ik denk sowieso, uh, het is heel goed om te kijken naar uh, wat is nou, uh, hoeveel legacy heb je in je organisatie? Uh, uh, wil je gebruik maken van, uh, van nieuwe technologie? Wat is de stand van, uh, van zaken op personeelsvlak? Hè? Dus ook uh, wat is je opbouw van je populatie? Um, dat zijn volgens mij hele belangrijke zaken om naar te ja. kijken. En, en ook in de algemene zin de cultuur van de organisatie. Maar ik, ik heb meteen antwoorden. Ja, ik heb legacy. Ja, ja ik wil gebruik maken van nieuwe technologie. Ja. En de opbouw is zoals bij alle bedrijven. Uh, x procent is ouder dan. En ik heb uh, nog weinig jongeren. Ja, dan zou ik zeggen van, uh, nou dan kom ik langs dan gaan we kijken hoe we uh, jullie uh, de volgende staf kunnen laten zetten. Maar, <laughs> maar, maar ik denk wel, wat wel heel belangrijk is, en dat, en dat is echt mijn ervaring, is dat cultuur. Uh, heel erg bepalend is voor je voor ja, als het Die voor, jongeren voor het die lopen ook weg. Als ik, als ik, als ik een jongen van, van, van 25 aanneem, die alleen maar tussen de, 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 de oude geiten aan het werk is, die, die nog drie jaar moeten, nou, die is zo weg. Nou, ik, ik, kan, ik kan vertellen... Je gaat bijna het uit van de uitzending, ja. maar je hebt nu, nu die mooie papieren. Nee, ik had, ik had, ik had, een, ik had een voorbeeld van... Ik, had, ik denk, jullie gaan me vastvragen naar een project waarin, uh, waarin het niet is gelukt. Nee, hey, uh, vertel eens oh, ja. van een uh, project wat niet, niet is, gelukt. is gelukt. Yes. <laughs> nee, ik zat, de rest uh, knippen we allemaal weg. <laughs> <laughs> het project niet is gelukt. We gaan. Nee, ik was een aantal, aantal jaar geleden wij, uh, hadden we een, deden wij een project bij de politie. En dat was ook op uh, informatie, uh, informatie uh, gebaseerd. Informatiegericht, de rechercheur heette dat, zoals het mooi heet. Dat is ook fact-based en uh, we hebben hele goede dingen bedacht en iedereen, iedereen die wilde. Uh, alle regisseurs die er ook bij betrokken waren, iedereen die had er zin in. Nou, zo gaandeweg het proces, het uh, project merkte je gewoon dat, uh, dat er steeds meer mensen begonnen af te haken. Dus alles klopte, alle informatie die we leverden was gewoon prima. Maar wat zie je daar in die cultuur? Daar heeft het, nee, heeft het eigenlijk niks met, met feiten te maken. Daar heeft het te maken met uh, wie is de beste regisseur. En op het moment dat je de beste regisseur uh, te pakken kan krijgen, dan gaat die de zaak doen. En daar ging het eigenlijk om van de juiste man op het juiste moment met de juiste competenties. En dat was echt feiten gebaseerd. We hebben daar, denk ik, nou, drie kwart jaar met elkaar proberen te praten om, om alleen maar dat omgedraaid uh, te krijgen, maar dat lukte gewoon echt niet. De politie die probeert het nu nog steeds. Maar dan zie je gewoon in zo'n cultuur hè, waar het echt gaat over, uh, over, over feiten, dat de feiten echt voor zich spreken, dat, met, dat die cultuur heel erg tegenhoudt. Dat eh, met name omdat het gebaseerd op hiërarchieën en en standen, ja, dat daar moeilijk tegenaan is te werken. En dat was echt, want dit was echt een fantastisch project en ook maatschappelijk, want je kan gewoon eerder misdaden oplossen. Maar dat het dan niet lukt door, door, door zo'n hardnekkige cultuur, ja, dat vind ik heel zonde. Dus ik vind dit het mooiste project wat ik ooit heb gedaan, heb, hè, omdat, omdat je echt kan bijdragen, maar ook wel het meest eh, ja, jammeren, omdat die cultuur zo hardnekkig is. En ik ben er wel van overtuigd dat we, de, dat we dit, al is het over een reeks aantal jaar, toch nog een keer uh, succesvol gaan doen. Ja, maar als je bij AOL zo'n cultuur hebt, dan ga je eraan. Want Amazon, die dondert over je heen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je moet een bepaalde cultuur hebben, wil je overleven in deze datagedreven ja. periode. Ja, en dat vind ik dan... En heel, la, heel kort, kan je die cultuur die dan nodig is om toch de benefits van fact-based te kunnen, hoe ziet die eruit? Ja, je moet uh, een ondernemende cultuur hebben... Waarin je, oké, okay, je moet uh, res, resultaten na uh, willen streven. Um, ja, echt een ondernemende cultuur zou ik toch wel zeggen. En met daadkracht. Ja, ik moet ook denken aan mijn collega-docenten die dan, die dan in evaluaties heel bang zijn voor evaluaties. Omdat dan de feiten op tafel komen en die willen eigenlijk gewoon horen dat ze allemaal hele leuke docenten zijn. Ja, dat is ook wel zo. Dus, dus ik dat weet. je natuurlijk, uh, in die zin dat je natuurlijk bang bent voor de cijfers. Ben je bang voor de cijfers, Lex? Maar dat betekent toch een beetje meer Amerikaanse cultuur die we gaan krijgen. Hè? Afgerekend worden op een... En misschien is dat ook wel weer een barrière. Ik die denk dat mensen, is. misschien denken mensen dat. Maar het, het, kan je natuurlijk ook, het, kan, het kan juist ook veel meer helpen. Het kan ook, hè, want ik bedoel, ik, 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 als we het hebben over feiten, ja, dan heb je het al over afrekening. Ik denk dat dat, dat ook wel een connotatie is wat bij uh, fact-based en evidence-based uh, uh, besturen zit. Maar het is juist de andere kant. Want kan je juist, het kan je veel meer ontzorgen. Dus ik denk dat daar dat dat misschien daar nog wel wat, wat te doen hebben. En daar gaan we het gewoon denk ik op houden. Je moet data gaan ontzorgen en dan gaan we het accepteren. Maar, o, ik zie mensen in maar CEO van een 300 uh, employees, word jij data driven? Ik is iets met manager eruit. <laughs> Ja. Jeetje man, lastig ja. hoor. Ja, ik vond het wel lastig. Wil je automatisch wekelijks Nee, ik, uh, ik had geen idee welke vraag je in ging stellen. Geen idee. En uh, ik vond dit. Uh, Echt wel grappig dat jullie er zelfs Het Dus dat echt wel. is wel grappig. Maar is wel dat ik was op Ik heb het Ik heb het idee, wat Ik heb Je komt toch elke keer weer terug? ja, je bent niet tevreden mee. ik. denk van, Jezus. Ik ben steeds... Ik denk, ja, ga ik nog wat zeggen? Dank je wel. Ik denk helemaal, Jezus. We, we, we horen de Volgende keer en voor nu, tot Data. Al die rapporten, Go Data, en Jong. Overal hoor je barrière op barrière op barrière. Ja, ja. Het is de IT-man, het is die, het is die, het is de business case. Ik Ja, ja nou kijk, weet je waarom?